Er zijn gewoon hele grote fouten gemaakt in dit proces. Er is een milieueffectrapportage gemaakt, de MER, in 2014. En pas afgelopen zomer, in 2017, krijgen jullie of krijgen wij te horen dat er laagvliegroutes komen. Nu bleek dat de vrijgekomen rapporten, dat de gevolgen van milieu- en geluidsoverlast niet goed onderzocht zijn door de Schipholgroep en door het Rijk. En dan om maar met de deur in huis te vallen, is dat dan niet ook een beetje koren op de molen voor de SP? Ja, koren op de molen. Kijk, als alles goed was gegaan, dan hadden we daar niet over geklaagd. Maar op het moment dat het niet goed is gegaan en er is geen controle op geweest en al die fouten zijn gemaakt zoals ze zijn gemaakt, ja, dan moet je daar ergens tegen opstaan. En dat moment was een paar maanden geleden met die laagvliegroutes en de gevolgen daarvan. Alleen weten wij nu al dat alleen die MER, de actualisatie van die milieueffectrapportage, dat niet voldoende is om alle zorgen van de mensen in deze regio weg te nemen. Want zij zeggen, nee, die laagvliegroutes moeten verdwijnen, want die effecten zijn gewoon enorm. En de milieueffectrapportage van nu, die is gewoon onvoldoende. Die wordt geactualiseerd en wij zeggen, nee, die moet helemaal opnieuw. En het luchtterrein moet eerst heringedeeld worden. En ik hoop dat de mensen die hier vanavond zullen zijn, ook echt gaan inzien dat de manier waarop dit besluit van het uitbreiden van Lelystad Airport niet zorgvuldig tot stand is gekomen. Ik denk dat ze dat enigszins al weten, aangezien ze hier komen vanavond. Maar dat we samen ook gaan kijken hoe we nou onze eisen kracht bij gaan zetten en de minister waar we het net over hadden ook op andere gedachten gaan brengen. Dat is mijn doel voor vanavond. Kortom, we gaan nu de komende periode nog meer hier in Overijssel zien. Zeker weten. Ik heb ook contact met onze afdeling hier. Ik geef ook continu aan, als er wat is, als jullie de buurt ingaan, als jullie iets over Lelystad en luchtvaart doen, nodig me vooral uit. Ik zal zeker de komende maanden vaker in het oosten van het land zijn. Dat doe ik met heel veel plezier.